Nilsson en Miss Montreal met Hoe. En ja, we zijn natuurlijk gek op huisdieren. Dat weet iedereen. We zijn gek op dieren überhaupt. En de volgende gast, die is ook helemaal gek op dieren. En dat heeft allemaal een klein beetje met de volgende geluidsfragmenten te maken. Het is bijna kerst, hè? Echt, je laat hem los in de studio. Nou ja, en dan had ik het over mezelf en niet over de katten. Het is duidelijk waar we het over gaan hebben. Want Suzette, onze gast, is zo gek op katten dat ze een kattencafé wil gaan beginnen. Ja, dat klopt. In de studio zit Chantal. Jij wil graag een kattencafé opzetten. Jij wil dat in Leiden op gaan zetten, maar je bent nog op zoek naar een locatie. Hoe wil je dat precies voor elkaar gaan krijgen? Nou, ik ben vandaag een crowdfunding gestart ervoor. En daarmee hoop ik 22.500 euro op te halen. Nou, daarmee wil ik eigenlijk het pand gaan verbouwen en de eerste kosten betalen. En dan zo een kattencafé in Leiden te gaan openen. Want waarom heeft Leiden nou een kattencafé nodig? Nou, er zijn heel veel dierenliefhebbers in Leiden en omstreken. Nou, ook heel veel mensen die er gewoon van houden even lekker erop uit te gaan, ergens wat te gaan drinken. Maar een plek waar die werelden samenkomen is er nog niet. Dus daarom wil ik heel graag een kattencafé beginnen. En waarom dan katten en niet andere dieren zoals honden of noem maar wat? Nou, dat zou wel kunnen, want hondencafés zijn er wel. Maar ik ben gewoon echt een kattenliefhebber. En ja, katten zijn gewoon ja, zo leuk. Weet je, als je ze halen altijd van die gekke capriolen uit. Leuk om naar te kijken. Ja, zijn gewoon. En je zegt het café verbouwen. Hoe maak je een kamer nou kattenproof, zeg maar? Je bedoelt het café waar de katten komen? Ja, hoe maak je? Want je wil het pand verbouwen, zeg je? Ja, klopt. Hoe wordt dat katproof? Nou ja, wat echt als eerste heel belangrijk is voor de Voedsel- en Warenautoriteit en ook waarschijnlijk voor de mensen die er komen, is dat de keuken afgeschermd wordt. Dus waar het drinken en eten bereid wordt, mogen de katten nooit komen. Dus dat moet afgeschermd worden. En daarnaast natuurlijk waar de mensen zitten, daar komen de katten ook. En het hele café zal gewoon omringd zijn door klimplekjes, klimroutes, krabpalen. En het zijn allemaal volwassen katten, het zijn geen kittens? Nee, ik ga wel allemaal volwassen katten uit asiel halen of uit opvangcentra. Ja. Dus, maar is het dan niet een beetje zielig om al die katten in een alleen maar binnen te houden? Of mogen ze dan ook naar buiten? Nee, in principe mogen ze niet naar buiten. Maar als ik die katten ga selecteren, dan zal ik echt wel kijken naar katten die gewoon binnenkatten zijn. Ook gewend zijn om met andere katten samen te gaan. En ook van mensen houden. Kijk, een buitenkat, ja, die zal niet in een kattencafé komen te wonen. Dus het is ook niet dat ze gestrest raken van de chaos, van mensen die in en uitlopen en ze heet het gaan aaien? Of hoe, nou, hoe er zijn wel, er komen wel regels in het café. Want kijk, een kat slaapt bijvoorbeeld heel veel op een dag. En nou ja, een regel zal ook zijn dat je gewoon geen slapende katten mag wakker maken. Want die hebben ook gewoon hun rust nodig. En ze krijgen ook een aparte cats-only ruimte. Dus je hebt, laat maar zeggen, de plek waar de mensen zitten. Maar dan komt er ook een aparte ruimte waar dan alleen de katten mogen komen. En zij kunnen zich dan ook echt gewoon nou, daar even terugtrekken als ze denken van oké, dit wordt eventjes te veel. En hoeveel katten komen er in het café? Nou, het ligt een beetje aan de grootte. Ik hoop op minimaal 80, 85 vierkante meter. En dan komen ongeveer 6 tot 8 katten te wonen. Dus vind ik een pand die groter is. Nou, dan misschien wat meer. Maar ik zal dat echt gewoon rustig aan gaan bekijken. Ik wil ook samen, ja, in samenwerking met gewoon een deskundige die katten gaan selecteren. En eerst kijken, natuurlijk kunnen ze samen rustig aan elkaar laten wennen. En stel nou dat je al het geld van de wereld had om dit kattencafé op te zetten. Hoe zou jouw droomkattencafé er dan uitzien? Hoe mijn droomkattencafé eruit zou zien? Nou ja, sowieso gewoon een heel gezellig pand. Echt huiskamersfeer. Allemaal gewoon gezellige zitplekjes, zithoekjes. Overal krabpalen. Een grote leestafel waar gewoon jong en oud, mensen die elkaar wel en niet kennen, met elkaar kunnen zitten. Kijk, een gesprekje over katten is natuurlijk ook heel snel gemaakt. Weet je, ook al ken je elkaar niet, zo'n gesprek over dieren is gewoon heel toegankelijk om te maken. En ja, ik denk dat ik dat ook, dat wil ik ook gewoon bereiken met dat kattencafé. Dat gewoon mensen met elkaar verbinden. En wat voor gasten wil je graag langs hebben komen? Want ik zou denken dat er voornamelijk vrouwen komen naar zo'n café. Ja, nou, het zijn wel voornamelijk vrouwen die ik nu ook bijvoorbeeld als volgers heb op Facebook. Maar er zijn ook gewoon genoeg mannen die ook kattenliefhebbers zijn en het gewoon een onwijs tof idee vinden. En ik wil me ook heel erg gaan richten op ouderen bijvoorbeeld of eenzame mensen. Om die gewoon naar dat kattencafé te krijgen, te laten genieten van die gezelligheid van die katten. Maar ook gewoon
met elkaar mensen te ontmoeten. Nou, dat klinkt, wat ik me afvraag is, kan je nou ook met je eigen kat er naartoe? Want nou, mijn katten zijn echt gek op andere katten. Oh ja? Nou, het klinkt misschien heel leuk, maar ik denk dat dat gewoon te veel stress gaat geven voor katten. Dus dat kan helaas niet. Maar je kan wel komen genieten van de katten die daar komen te wonen. Nou, dan ga ik gewoon weer in de ik ben een man en ik hou van katten kast. Want goed. Nou, hij had in ieder geval een kat. Vroeg me even af, ja. Stel nou dat ik wil helpen en ik vind het kattencafé een goed idee. Hoe kan ik dat dan doen? Nou, sinds vandaag is de crowdfunding online ervoor. En als je zegt, nou, ik wil helpen. Nou, dan kan je het kattencafé, de campagne steunen door te doneren via voorjebuurt.nl/Sophie. Daarnaast kan je ook gewoon een leuke tegenprestatie kiezen. Dus je doneert nooit voor niks. Je kan er altijd iets leuks voor terugkiezen. Ik heb echt zoveel dingen uitgezocht en echt gekeken naar wat leuk is. Dus je kan bijvoorbeeld je eerste kop koffie uitkiezen. Of een tas met Sophie logo of een trui. Er zit zelfs een privé filmavond tussen als je zou willen. Dus er is heel veel keus. Daarnaast kan je ook opgeven als vrijwilliger. En gewoon doorvertellen. Nou, ik hoop dat het allemaal van de grond komt, want ik vind het zelf ook een hartstikke leuk idee. Dus als je nou denkt, dit kattencafé, ik wil ook dat dit in Leiden komt, doneer dan op de website. Ja, voorjebuurt.nl. Voorjebuurt.nl/Sophie was het. Ja. Dankjewel, Chantal. Graag gedaan. Ja, ik heb toch nog een vraag. Oh. Ga je nou aan het eind van de dag ook alle katten tellen? Hoe ga je voorkomen dat iemand denkt, nou, die ene, die lapjeskat, die is zo schattig, die wil ik gewoon in mijn tas? Ik heb ogen in mijn achterhoofd. Dat is wel beter, denk ik. Wat een leuk initiatief.